Mijn verwachting is eigenlijk wat moeilijker geworden dan een aantal weken geleden. Ik bedoel, deze beweging heel hard naar beneden en het herstel waren op zich redelijk voorspelbaar. We zitten nu precies rond die 390, 392. Dat is eigenlijk een 50% retracement. En daarmee denk ik eigenlijk, ik zou gokken dat het dan wel naar beneden gaat. Dat we iets wat af gaat zwakken. Ik denk dat het herstel geweest is. Ik zie niet direct in dat we helemaal terug moeten naar de oude high. De ArcelorMittal kwam vanmorgen met hele goede cijfers. Daarmee eigenlijk een beetje toch een uitzondering. Want er zijn ook een aantal bedrijven die wat minder goede cijfers hadden gehad. Maar dit is een fonds wat hele goede cijfers heeft gehad. Ook meteen een verwachting uitspreken voor volgend jaar. En dat is op zich wel heel opvallend, want Arcelor is ook een fonds wat zit in emerging markets. En juist die zijn op dit moment toch wel wat in beweging allemaal. Dus wat dat betreft vind ik het nog wel een gewaagde uitspraak van Arcelor. En ik vraag me ook af of ze het echt kunnen waarmaken aan het eind van het jaar. Maar we zien dus nu in Arcelor eigenlijk technisch hetzelfde beeld als in de AIX. We zijn gevallen, we herstellen. En nu is even de vraag van of het herstel zich echt doorzet. Ik denk uiteindelijk dat iedereen, als iedereen goed naar de cijfers kijkt en goed naar de verwachting kijkt, toch een beetje gaat twijfelen. En dat het dan uiteindelijk weer wat terugvalt.